Het toevoegen van een contactformulier binnen je website is makkelijker dan je denkt. Ga naar formulieren, klik op nieuwe toevoegen en geef je formulier een naam, bijvoorbeeld retouraanvraag. Klik op formulier aanmaken en het spel kan beginnen. Denk goed na over wat je wilt vragen. We hebben nu het onderwerp retouraanvraag gekozen en dan wil ik sowieso het ordernummer van diegene weten. Ik zeg dat het veld verplicht is en dat de grootte van het veld volledig moet zijn. Groot dus. Ik wil ook een reden waarom niet wil retouren. En dat stel ik ook verplicht. En verder wil ik weten wanneer de aanschafdatum was. Geavanceerde velden heb ik de optie datum en daar kan ik diegene datummaat selecteren. Kies als datumnotatie dag, maand, jaar, zoals we dat hier in Nederland kennen. En ik kies als optie de datumprikker. Ik heb ook een veld, dat ziet er zo uit. Dan kan diezelfde dag, maand en jaar invullen. Of een keuzelijst, dus dag tot 31, maand tot december, jaar tot 1900. Ik vind de datumprikker de meest nette optie. Dan wil ik hem nog de keuze bieden of hij het geld terug wil hebben of dat hij een cadeaukaart wil. Daarvoor heb ik de andere optie, namelijk de keuzelijst of de keuzerondjes. Het verschil tussen keuzelijst is dat het optioneel is. Je kan meerdere opties aanvinken, maar het hoeft niet. Je kan ook zeggen dat je geen opties wil hebben. Dan wil ik nog weten of hij zijn geld terug wil hebben of dat hij een cadeaukaart wil. Daarvoor kies ik de keuze rondjes. Hieruit geef ik de keuze cadeaubon of terug op rekening. En dat staat natuurlijk ook verplicht. Dan moet ik nog één ding weten. Stel dat diegene terug op zijn rekening wil hebben. Wat is zijn rekeningnummer dan? Laten we vanuit gaan dat ik dat nu niet weet. Nou, dan kan ik een tekstregel toevoegen en zeggen of vragen wat zijn IBAN is. Ook dat stel ik weer verplicht. Het probleem is, als je voor cadeaubon kiest, hoef ik dat IBAN-nummer van hem niet te weten. Nou, je hebt bij de optie geavanceerd de mogelijkheid om voorwaardelijke logica in te schakelen. Op het moment dat ik het selecteer en ik selecteer het type keuze terugbetaling, is terug op rekening. Alleen dan wordt dit veld IBAN weergegeven. Kortom, als je voorwaardelijke logica inschakelt en zegt toon dit veld als alle voorwaarden overeenkomt. Nou, de voorwaarde is dat keuze terugbetalen terug op rekening is. Die bijvoorbeeld is niet, want dan is het omgekeerd. Dan wordt dit veld weergegeven. Nou, volgens mij heb ik nu de belangrijkste dingen aangemaakt, maar wil ik nog één ding weten, namelijk zijn eigen gegevens. Wat ik doe is ik pak een sectie, ik vul de titel in van dit stukje formulier, dat is een soort scheiding, dit gaat over de bestelling, dit gaat over de persoon, ik vind het altijd wel netjes, en ik klik bij geavanceerde velden, de volgende opties aan, namelijk ik wil de naam weten van diegene. Ik wil zijn e-mailadres weten. Ik wil zijn telefoonnummer weten. En zijn adres. Bij adres hoef ik de provincie niet te weten en de adresregel 2 ook niet. Dat vind ik een beetje overbodig. Dat kan ik hier zo heel eenvoudig uitschakelen. Ik kan ook zeggen dat standaard land Nederland is. En dat het verplicht is. Telefoon, heel belangrijk, dan zet je notatie op internationaal zet. Anders moet iemand 038 tussen haakjes schrijven, spatie, nou, je ziet het al, geen doen. We willen gewoon alles lekker eenvoudig kunnen typen. Dit veld stel ik niet verplicht, e-mailadres wel. En de naam ook. Bij de naam kun je ook voor kiezen om nog een voorvoegsel of bijvoorbeeld alleen een voornaam te laten invullen. Dat is aan jou. Als je een beetje over uit bent dat dit het formulier is dat je wil hebben, klik je op bijwerken.
Als ik nu op voorbeeld klik, kan ik het formulier even uitproberen. We zien hier dus ordernummer, reden van retour, datum, met die mooie datumprikker. Kan ik de keuze terugbetalen kiezen, dan heb ik de optie op cadeaubon of terug op rekening, waarbij dan direct het IBAN-nummer wordt gevraagd. En ik vraag om de persoonsgegevens, namelijk naam, e-mail, telefoon en het adres. Wat mij betreft is het behoorlijk geslaagd. Wat ik nog wil invullen is een soort bedankmelding en een bevestiging. Ik ga bij instellingen naar bevestigingen en ik bewerk de standaard bevestiging. Dat is de melding die iemand krijgt na het invullen van het formulier. Dit is een beetje krom voor door de bocht. Retouraanvraag en dat zinnetje bedankt voor het bericht. Wat we ervan kunnen maken is bijvoorbeeld. En vervolgens klikken op bevestiging opslaan. Dit bericht krijgt iedereen dus te zien na het invullen van die retouraanvraag. Ik kan ook nog bijvoorbeeld zijn naam vermelden. Bijvoorbeeld hoi. Klik ik hierop, selecteer ik voornaam, comma. Wat er nou bijvoorbeeld in mijn geval zou staan is hoi Noël, bedankt voor je retouraanvraag. We gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag. Opnieuw klik ik op opslaan. Wat mij betreft kan de bevestiging nu niet beter. Ik ga naar de meldingen en daar maak ik twee meldingen aan. De standaardmelding die naar mij gaat. Want als iemand de formulier invult, wil ik graag een e-mail ontvangen met erin de vraag of de reden waarom iemand die retouraanvraag instuurt. En ik wil nog een kopie sturen naar de klant die het formulier heeft ingevuld. Een soort bevestigingsmail. Laat ik eerst beginnen met de mail die naar mij wordt gestuurd. Ik klik hier op bewerken en ik vul als eerste het onderwerp in. Ik kan bijvoorbeeld noemen retouraanvraag met idee. En dan vul ik een haakje in, klik ik hier weer op, scroll ik naar beneden en selecteer ik inzending ID. Dan krijg ik bijvoorbeeld bij de eerste mail ID 1 te zien, bij de tweede mail ID 2, ID 3, ID 4. Nou, je snapt het principe. Wat ik verder wil weten is wat zijn naam was als de mail binnenkomt, dat was netjes. Dat doe ik door hier op te klikken en zijn voor- en achternaam te selecteren. Hier het mailadres in te vullen van diegene. En hier opnieuw. En daarna op opslaan te klikken. Ik krijg nu een hele mooie mail binnen waarvan ik direct zie van wie het is, wat zijn mailadres is, en wat het onderwerp is en wat het ID van die mail is. All fields, wat hier staat, is perfect. Dat wil zeggen dat alle gegevens die diegene heeft ingevuld, hier worden getoond, zodra die mail binnenkomt. Ik ga weer terug naar meldingen en ik maak eenzelfde soort melding aan, maar dan als een soort bevestigingsmail voor diegene. Ik noem de melding dan ook bevestigingsmail. Het wordt verstuurd naar, en dan selecteer ik het veld mailadres, dus naar diegene die het formulier heeft ingevuld, zijn mailadres. De naam van de afzender, dat ben ik. Of mijn bedrijf. Het is van mailadres. Adminmail, dat is dus het mailadres van deze website. Ik kan ook bijvoorbeeld zeggen, www.pepix.nl. En als onderwerp, bedankt voor je retouraanvraag. ID, haakje, hekje. En dan selecteer ik weer de optie inzending. Ik kan hier een mooie tekst invullen, bijvoorbeeld bedankt voor je retouraanvraag. Met daaronder de opmerking, hieronder vind je een kopie. Met daar dus de tekst, all fields, die. Diegene die die aanvraag heeft gestuurd, die krijgt dan ook een mail met als een velden. Dus aangeven, zou iets kunnen zetten en bijvoorbeeld vriendelijke groet. En als je nog wil, ook een begroeting, hoi. En dan selecteren we die voornaam. Hoi Noël, bedankt voor je retouraanvraag. We gaan zo snel mogelijk mee aan de slag. Hieronder vind je een kopie van je gegevens met hier dus zijn eigen retouraanvraag.
Ik klik op melding opslaan en het is nu tijd om het formulier te testen. Ik klik op voorbeeld, want dit voorbeeld kun je ook gewoon testen. Ik voer een nummer in, een reden, een datum van aanschaf bijvoorbeeld. Ik kies voor terugbetaling op cadeaubon. Ik vul hier mijn gegevens in. Zakelijk adres en klik op versturen. Er staat nu hoor nog wel, bedankt voor de retouraanvraag. We gaan zo snel mogelijk aan de slag. Het is nu tijd om de mail te checken en te kijken of die melding die ik net heb aangemaakt hier ook binnenkomt op beide mailadressen. Ik open mijn mail en zie hier, ik zie hier twee mails binnengekomen op mijn zakelijke mail met deze aan mij gericht. Waar ik dus het ordernummer en alle gegevens zie, met hier bijvoorbeeld de reden van retour. En hier mijn bevestigde bedankmail aan de klant, in dit geval ik, met daarin de tekst bedankt voor de retouraanvraag, hier een kopie van jouw gegevens. En nu zie je dat het vrij eenvoudig is om een formulier aan te maken, de bevestiging in te stellen en de meldingen in te stellen. Met daarin dus een bevestigingsmail aan de klant. Om dit formulier nu toe te voegen aan een pagina, klik hier op formulier toevoegen, retouraanvraag of in Visual Composure op backend editor element toevoegen en dan schrijf je QWERTY formulier. En dat was het. Het aanmaken van dit formulier is nu voltooid.